digitale industrie. En met de belangen van mijn aandeelhouder bestaan erin om te zorgen dat wij niet groeien. Dat is hoe dat de wereld in elkaar zit. Hè. En daar zal ik nooit aan toegeven. En moest blijken dat dat model mismatcht met mijn filosofie, dan zal ik het model ergens anders opschalen. Ik zal mij nooit laten ketenen. Hè. Ik word hier rust gelaten, ik mag hier mijn ding doen. Wij creëren zeer hoogwaardige tewerkstelling. Wij maken die transformatie voor die andere bedrijven. Laat ons die cluster verder uitbouwen. En met het onderwijs samenwerken om te zorgen dat die mensen gevormd worden. Maar vooral een perspectief geven. Hè. Maar je hebt het ook maar kunnen doen omdat ze je gerust liet. Ja, ja, ja. He, omdat ze bij pikken ons zeiden, doe maar, laat ons geen geld kosten, is het goed. Ja, tuurlijk. Ja. En anders had je het nooit, ik denk niet dat je ergens een omgeving zou gevonden hebben om dit te doen. En ik moest ze zelf bouwen, ja. Ik moest ze zelf kopen, en dat heb ik niet gewild. Omdat de kans dat dit project op de sisser afliep, was voor de non-believers 99%. Voor mij was 30%. In het begin dacht ik van ja, ik ga het proberen, maar we zullen wel zien. Ja. Nu vandaag kunnen wij zeggen dat wij een geïndustrialiseerd, opschaalbaar digitaal bedrijf zijn. Maar dat betekent nog niks, hè. Maar het is wel een kiem, hè. Maar het is een kiem, hè. En als we zorgen, en dat is ook de reden dat ik jullie uitgenodigd heb, hè, en dat ik hier blijf en dat Gunther ondersteunt, dat Serge dat ondersteunt, dat de mensen van BKW, van Voka, dat jullie dat echt ondersteunen, omdat er zijn zoveel mensen die warme lucht over mijn kiem blazen, dat ik heel veel anderen nodig heb om er een beetje water naast te gieten. Meneer Gerard, ik heb nog een vraag. Ja. Uw LCA, uw analyse, als ik die nu vertaal voor een gewone mens, met de bewoordingen van het digitaal productieproces voor Melot, ja, is eigenlijk 8 keer minder schadelijk voor mens en milieu. Is dat correct? Absoluut. Helemaal. Dus dat is die factor 8. Met al die aspecten, die verschillende, dus het is niet enkel klimaataspect, maar dat is menselijke toxiciteit, gebruik van grondstoffen en schadelijkheid op ecosysteem. Dus 8 keer minder. Wetende, als we denken naar waar dat we naartoe moeten, hè, hoeveel beter moet onze maatschappij worden om de grote crisis, zoals klimaat of het opgebruiken van onze ecosysteemdienst, als die crisis waar dan nu naar kijken. Eigenlijk zijn er veel mensen die zeggen, we zouden een factor 10 moeten beter doen tegen het midden van de eeuw. En niet minder schadelijk, maar beter, zoals Gunther net zei. Dus je ziet dat we hier nu al met dat ene kleine procesje dat vandaag in 2011 8 keer beter doen. Ik ga afronden, ik heb nog een paar slides en dan wil ik nog een paar dingen om in te spelen wat Mario en Gunther juist zeggen. Als we het anders opnieuw bekijken in de plaats van de totale impact, maar per fase gaan kijken waar dat die verbeteringen zitten, dan zie je natuurlijk dat elektriciteitsverbruik en, zoals juist gezegd, transport is natuurlijk een hele grote. En de mining ook, want uiteindelijk gaan we zoveel efficiënter ons materiaal gaan toepassen. Als je dan de totale CO2, want dat is toch nog altijd bij Futureproof ook iets dat ons heel erg bezighoudt, gewoon kijk naar CO2 en je zult kijken naar die kleine, dat klein stukje metaal, 8 à 10 gram, 5 miljoen stuks per jaar, dat zou toch 5500 wagens kunnen betekenen die we van de baan gaan. Teruggebracht naar ons, want wij zitten nu op een productiesnelheid met alle producten samen een equivalent van 50.000 prothesen per jaar. En daar zitten we nu op dat niveau zitten we. Dus als je al die producten samenneemt, we maken 10.000 dentaalprothesen uitneembaar, maar wij maken ook die andere producten. Dus als we allemaal samen nemen, wat we nu op 2 machines doen, dan komt dat uit voor ons op 54 wagens dat we van de weg afhalen. Dat is in feite 10 wagens. Nee, op 50.000. Ah, ja, oké. Okay, ja. Hebben we 54 wagens die we van de weg halen. Tot nu toe. Dus dat is ons volledig tot nu toe. Hè. Ja, die 10.000 protheses. Ja, op die 10.000 protheses. Ja. Hetgeen dat we hier nu bij Melot produceren digitaal, dat staat tot een equivalent van 54 wagens die we van de weg halen. Ja. Dat is ongeveer het aantal medewerkers die we hebben. Dus mijn mensen werken nu in een bedrijf die technologie ontwikkelt dat hun
impact neutraliseert. Het is een bedrijfswagen gegeven. Ja. Een Tesla. Dan zit de transport in het klassieke productieproces tussen China en Europa er nu in of niet? Nee. Dat zit er niet in. Niet in. Nee. Dus, boven. Ja, dan spreken we dan over een andere grote uitdaging. Ja, ja. Maar dat vonden we de meest eerlijke manier om gewoon naar die proces te kijken. Als u aanhanger wordt van lokaal produceren, dan mag je niet vergelijken met een globaliserende markt. Dus daarom is het een eerlijkere benadering. Zeggen wel, we hopen dat iedereen nu lokaal gaat produceren, maar niet een wereldmarkt gaat bewerken. Nu, wat ik wil zeggen, en dat is, Gunther en ik soms verschillen over het nut van de LCA. Je kunt niet alles vatten in zo'n cijfer, hè. Dat is heel belangrijk. Dat is gewoon een meten is weten. Hè. Op vraag van Mario, becijfer dat nu een keer. Er zit veel meer milieu en maatschappelijk en economisch winst achter dan puur dat cijfer. Hè. Als we dus gaan kijken naar volgende stappen, we hebben er maar een paar gewoon hier als gimmick bij gedaan. Volledig offsetten, eigen groene stroom produceren. Misschien kunnen we nog materiaal gaan besparen. Hè? En zoals dat stuur gemaakt is met een honinggraadstructuur, kunnen we misschien nog een paar gram gaan besparen op de dingen die we maken, die met klassieke methodes niet te doen zijn. We kunnen gaan denken over urban mining. Hè? Welke afvalstromen zijn hier beschikbaar om aan die grondstoffen te geraken? We kunnen hybride modellen gaan maken, etc. Mijn conclusie hier is heel belangrijk. Hè. Ik spreek eigenlijk aan iedereen als ik voor studenten of voor publieke lezingen moet geven, gebruik ik sinds dat ik Mario ontmoet heb dat voorbeeld. Omdat ik tot nu toe, ik zei dat ook tegen Gunther daar straks, altijd met voorbeelden afkwam van fantastische cleantech innovaties zoals een Tesla of ik weet niet wat. En die zaten dan altijd elders in het buitenland. En nu hebben we hier, onder ons neus, iets dat in mijn ogen een multinational in worden is. He, waar dat ze dus echt met minder materiaal en energie een beter low-cost product kan aanbieden. En we vinden het ongelooflijk spannend om bij dat avontuur betrokken te zijn. En we hopen dat Mario dat echt gaat opentrekken. Ik vind het van een fantastisch David versus Goliath verhaal. Dus, we hebben het nooit. We krijgen al ons steun. Dank u, ik heb het nooit gezien als David versus Goliath. Ik beschouw, wij als bedrijf, wij zijn een vlog groot ten opzichte van David. Hè. En ons businessmodel is er juist op gebouwd om op het hoofd van Goliath, om het hoofd van David mee te groeien. Want als wij echt gaan aanpakken, hè, wat we kunnen, als wij echt gaan aanpakken, hè, dan flikkeren ze ons uit de markt. Als ze morgen lukt, tak, 500 miljoen geven we hem lot. Die man, dat is een radijn, dat is een moneyman. Die zegt, ik steek ze binnen en mijn lot is over en out. En daarom heb ik me als persoon heel goed gepositioneerd. Ik ben, met mijn lot ben ik onafhankelijk. Ik ben CEO van het bedrijf als zelfstandige. Als dit bedrijf morgen verkocht wordt, ben ik vanaf overmorgen vrij in de markt. Dan mag ik bij ons komen. Dus, dan ga ik het zelf doen en ga ik het op een andere manier doen. En ga ik het met mensen doen die het wel kunnen financieren. Maar die mensen van Picanol ook, ik blijf daar formeel in, die hebben mij nog niks in de weg gelegd. Die laten ons doen, hè, omdat wij onze boterham verdienen. Hè. We hebben nog nooit een euro gevraagd hier. We hebben nog nooit een euro van hen gevraagd. En alles wat we hier hebben, hebben we zelf verdiend. Dit bedrijf was feitelijk failliet 7 jaar geleden. En ondertussen hebben we bijna 4 miljoen euro geïnvesteerd in die technologieontwikkeling. En hebben we jaar na jaar, op 2009 na, hebben we een marge gerealiseerd, hè, die staat tegenover de return on equity van 24%. Dat is 0,5% hoger als het KBC in zijn beste jaren. Slecht voorbeeld. Hè? Ja, slecht voorbeeld. Hè? Maar het is erin. Om maar aan te geven van, kijk, als je goed onderneemt, hè, en je mensen staan achter u en zij beseffen van, kijk, there is no way back. Wij moeten naar de toekomst kijken. Hè? En het bewijst zich dan ook nog eens dat je zegt van, kijk, als ze mij weglachen, hè, de vorige keer als we op VTM kwamen, hè, dan kreeg ik vanuit Leuven, kreeg VTM een grote brief, hè, om te zeggen dat Fleurik een fantast was, dat dat allemaal leugens waren, dat dat niet waar was. Hè. Dat is door de nationale pers opgepikt. Hè. De mensen van de Standaard van de Morgen, ze zijn hier vandaag niet. Omdat ze in contact staan met die mensen. Ze zeggen, ja, die fantast, je moet daar niet naartoe gaan, want je voldoet je in tijd.
Het wordt maar interessant als Mario zal spreken in Palo Alto op de TEDx. Hmm. Want dat is al die kleine Vlaming in Amerika, in het kruim van de technologieontwikkelingen bij de mannen van Google en van Yahoo, zal hij gaan zeggen hoe een klein Belgisch bedrijf dat opgebouwd heeft. Hoe lang gaat dat duren voordat Amerika 500 miljoen tot een miljard euro vrijmaakt om dat model op te schalen? Waar staan wij dan? Aan waar we nu staan. Dus maar ik zie... als ik dat zei, Mario, was het niet van David gaat Goliath omver katapulteren. Nee. Maar het is dezelfde, het is, Palo Alto is een hele goede vergelijking, want waarom slaagt Tesla erin, Tesla die 7 jaar geleden niet bestond, waarom slagen zij erin om iets te doen dat Audi en General Motors en Daimler en zo allemaal niet kunnen? Hè? Een paar jaar geleden zeiden ze, je kunt geen wagen maken die 350 kilometer op elektriciteit kan doen. En ze hebben hem geleverd en is commercieel succesvol. En dan zeggen ze, ja, maar het is gemakkelijk om een nichewagen, weet je, een dure wagen. En nu zijn ze de volgende stap aan het doen. Volgend jaar gaan ze een familiewagen op de markt zetten die rechtstreeks naar prijs concurrentie aangaat met Audi A6, BMW 5-reeks en zo. Aan dezelfde prijs, met betere prestaties en die volledig elektrisch is. En dus het idee dat een klein bedrijf disruptieve innovatie kan doorvoeren, terwijl dat de grote bedrijven, à la Microsoft, à la General Motors en Chrysler, in slaap valt, vind ik een heel, heel goed idee. Er is natuurlijk plaats om al die spelers naast elkaar in de markt te houden. Ik heb met de CEO van Tesla daar een paar weken geleden in Milaan over gesproken. Hij zei van, wij zijn, laat ze maar komen. Wij hebben eigenlijk liefst van al dat er een, de Audi en zo ook dat allemaal gaat aanbieden. Er is plaats genoeg voor alle spelers op de markt. Maar soms is het nodig van echt klein te zijn om te kunnen compleet anders te werk gaan en je bagage overboord te gooien en gaan voor iets dat echt disruptief is. En dat is hetgeen dat vandaag hier in Vlaanderen gebeurt. Super, dank u. Ik presenteer dus vandaag wereldwijd in 9 talen het geval Lot. Dat trend, jullie kennen dat iedere week komt er een nieuw zakenmodel, innovatief zakenmodel uit. En om het voor mij te kristalliseren in een kernuitspraak, is dat wat Merlot doet, is iets vervangen met niets. En dat is eigenlijk de revolutie. Want je denkt dat je matrijs nodig hebt, je hebt geen matrijs nodig. Je denkt dat we water nodig hebben, je hebt geen water nodig. Dus wat we eigenlijk doen, is niet alleen een materiaalefficiëntie verbeteren, minder gebruiken, meer doen. Nee. Het zakenmodel laat u toe een aantal dingen gewoon te elimineren. Geen bijproducten meer nodig. Nul. Geen matrijzen nodig. Geen water nodig. En dat is, dan heb je eigenlijk het creëren wat ik noem een nieuw zakenmodel. Het is niet destructief, het is niet positief, het is gewoon een ander model. Het heeft niks te maken met hetgeen dat we ervoor hadden. En dat is wat ik dan eigenlijk zoek wereldwijd. Ik heb mijn boek geschreven vorig jaar, dat toch bij ben dat ondertussen toch al in 22 talen is. Het komt uit in Perzisch, dat heb ik nooit verwacht. Farsi. Ik ben uitgenodigd naar Teheran. Kunnen die mannen daar nu geïnteresseerd zijn, maar Joden zijn geïnteresseerd. Maar wat aantrekkelijk is, dat jij eigenlijk een model levert, Mario, waar we iets met niets vervangen. En dat niets is uiteindelijk de menselijke creatie, want de mens is in staat uit het niets, met creativiteit en doorzettingsvermogen en innovatie, iets te realiseren. En daarom kunnen wij dat doen waar ook, waar ook in de wereld. Omdat je het doet met niets. En voor mij is dat het prototype van de ondernemer. De ondernemer, de entrepreneur, is iemand die, waar iedereen zegt, dat gaat niet en er is niets, die zegt, maar ik heb het gezien. En die heeft geen wetenschappelijk bewijs nodig. Dat is het grote voordeel van de ondernemer. Een ondernemer heeft geen wetenschappelijk bewijs nodig dat het er wel is. Die gelooft erin. En die riskeert. En ik denk, dat is eigenlijk waar wij, dat moeten we aanzwengelen. En dus de functie van mijn stichting internationaal, ik heb gezegd, ik ben vanmorgen uit Kaapstad aangekomen, de functie van onze stichting is inderdaad het entrepreneurschap zo aan te zwengelen, door zoveel voorbeelden te geven, en daarom een van de meest belangrijke uitspraken die jij maakte, Mario en elkaar voor de eerste keer zagen, was je zegt, ja, want dat kunnen wij 10.000 keer doen.
En dat hoef ik niet te doen. Dat is fantastisch. Omdat je nu dan spreekt over open source in dat.